Ja, klopt. Ze was gewoon een hele warme man. Gatenhoogstjes. Heel lief. Heel attent. Nooit opdringerig. Maar ja, een schat van een man. Echt waar. Iemand waaruit je dus altijd welkom was. Waar je direct bij thuis voelde. Allee ja, eigenlijk heel innemend en heel humoristisch dikwijls ook. Hij kon vertellen, maar er zat altijd zo iets gatigs bij hem. Dat apprecieer ik echt enorm. En ook in een moeilijke periode, als hem zo het echt kwaad had, kon hem er toch nog iets positiefs uithalen. En dat vond ik wel knap. Een optimist. Zo'n man. Ja, ja, echt waar. Echt waar. En welke verhalen vertelde hij dan? Ja, hij vertelde over vroeger dat hem Gabber had leren kennen. Ja, Gabby. Hij noemde ze Gabber. En als ik mij niet vergis, hebben ze dus heel lang samen gewoond, een jaar of 50, maar ik geloof dat ze de laatste 10 jaar getrouwd waren of zo. Ja, dus eigenlijk heel laat dan toch die verbintenis aangegaan. En toen begon zij al te sukkelen. Dus eigenlijk gewacht tot, ja. Om te zeggen, oké, ik laat u niet in de steek of wat. Ik denk dat dat er moet achter gezeten. Ik zou anders niet weten waarom, als je nu al 40 jaar samen woont, dan toch nog die stap zetten. En dat zag ze ook graag in zijn gabber. Ze kon roepen, ze kon tieren, maar ja, ze was doof op het einde. Ja. Ze was blind op het einde, hoorde ze al niet goed niet meer. Was dus praktisch doof, dus het contact dat je mee had, ja, als ik er binnenkwam bijvoorbeeld, en ik moest ze verzorgen, dan moest ik altijd een randpalm aanraken en even strelen. En dan wist ze dat ik het was. Ja, want anders, ja, maak je anders contact met zo iemand. En dan zag je, dan werd ze ook veel rustiger. Want ze was heel geagiteerd elke keer als er iemand in haar buurt komt. Ja, dat komt altijd onverwacht bij haar. Iemand die blind is en praktisch niet hoort. En ja, Jan hoorde natuurlijk ook niet goed met zijn oorapparaat. Ik had het geluk, ik heb blijkbaar een heel goed timbre voor hem. Dus mijn stem kwam wel duidelijk over. Ja, ja, blijkbaar was het timbre dat wel een stuk doordrong. Dus communiceren ging vrij gemakkelijk. Vertel mij dan over vroeger met Gabby of over andere kunstenaars of collega's? Over collega's, maar hij heeft nooit echt namen genoemd. Ik geloof dat hij in een tijd ooit eens een ene keer heeft gesproken over Van Ostaaien. Die was tegengekomen en namen zijn, maar het is allemaal al zo lang geleden, ik weet het niet meer. En dat ging toen over, ik weet niet meer, ik denk dat gesprek toen ging over Wim van Gelder. Dat hij toen gedichten schreef en dan dat hij erop inspeelde en eigenlijk dat dat zo van uit een het ander groeide. Ja. Maar voor de rest eigenlijk echt namen zal hij niet veel genoemd hebben. Hij vertelde wel gauw vroeger, ik ben dan een periode in Parijs geweest, ik heb daar met een groep heel veel modeltekenen gedaan. Dat was aan de aanleiding omdat ik dat hem eens kon kijken naar hetgeen dat ik vroeger al gedaan had. En hij vond mijn modeltekenen niet zo slecht en dan zei hij, moet er verder in gaan. Ik heb dat toen ook gedaan en als je dat even volhoudt, gaat dat wel beter. Dus in die stijl meer. En welke avonturen in Parijs? Ik heb wel eens gehoord dat ze daar filmpje... Ja, ze gingen al eens uit de bol, maar dat moet toch kunnen. Ze gingen al eens uit de bol, maar dat moet toch kunnen. Ja, ja. Echt, hij vertelde altijd zo gatig over. Ik kan niet echt woordelijk niet meer zeggen wat dat was. En dan kwam er toch altijd op neer. Dat kunnen ze mij toch nooit niet meer afpakken. Ja, ja, ja. In die stijl zo, dat hem zei van... Ja, kunstenaars onder elkaar. En dan kon dat wel eens... Even naast de schreef gaan, maar. En Gabby, was die toen al aanwezig? Was die erbij in Parijs? Of vertelde hem dat heeft hem nooit. Nee. Het enige dat ik van Gabby weet is dat ze met een Italiaan getrouwd was. Ze er een zoon van had. En dat hij dan later, ik weet niet waar ze elkaar zijn tegengekomen. Ik heb er eigenlijk ook nooit achter gevraagd. En hij heeft er nooit spontaan over verteld. En heeft hij iets verteld over die zoon, over die Italiaanse zoon? Ja, dat hij in Argentinië woonde. En dat daar af en toe een dotatie werd gedaan eigenlijk. Dat wel. En heeft hij ooit iets verteld over de oorlog? Dat zijn atelier gebombardeerd was. Dat bleef pijn doen. Hè. Mm-hmm. Er heel veel van zijn werken toen verloren zijn gegaan. En dat is alles eigenlijk, maar ik kan herinneren, maar dat is iets dat hem
En je zag dat ook, dat deed hem pijn. Ja, natuurlijk, hij is heel veel werk verloren. Ja, ja. Ja, want schilderen heeft veel keramiek gedaan, maar eigenlijk schilderen we toch nog wel het liefst van al. Ja, ja, ja. En die keramiek, hij zei dat in een tijd een goede bron van inkomsten was. Ja, ja. Dat was ook echt zijn broodwinning. Ja, een stuk wel. En ook als ze nergens iets liet doen, dat deed veel voor een schilderij of een kunstwerk van hem. Mm-hmm. Hij betaalde in natura. Mm-hmm. Je had hem daar problemen mee had. Ja. Want hij voelde zich absoluut niet arm. Mm-hmm. Hij had al wat een bouw vond. Hij. Ja, hij had, ze mocht dan af en toe geld kon geven om die zoon in Argentinië. Ja, ja. En als ze hem af en toe een werk kon verkopen, dan was hij zo gelukkig als ik. Ja. Ja, het was eigenlijk wel schat van een man. Ook een levensgenieter schijnt, dat hij hield van een goed glas. Ja, hij dronk wel eens een trappiesje of een kwak. Of, ja. Maar niet in de mate dat hij overdreef. Nee, het was allemaal rustig op zijn gemakje. En hij kon er echt, het was niet omdat hij zomaar opdronk, dat kon echt een nood daarvan. Mm-hmm. Hij was dus echt zo van, als hij dan bij ons thuis kwam en er stond dan een kwak. Maar dat vond hem daar geweldig. Ja. En daar kon hij een hele avond met één kwak doen. Hè. Ja. En Jan Cox, de kunstenaar, hoe schat je hem in als kunstenaar? Ik vond hem eigenlijk fantastisch. Want van zijn vormgeving, van zijn zicht op perspectief, eigenlijk klopte er niks van. En dat maakte hem eigenlijk sterk, vond ik. Mm-hmm. Als je zelfs zijn modellen, zijn zichten, zijn... Allee ja, het is allemaal uit een hak. Het is niet perfect juist. Mm-hmm. Maar er gaat zo'n warmte en zo'n sterkte vanuit. Mm-hmm. Ik kon hem enorm appreciëren. Mm-hmm.